Ik ben nu in Ethiopië en het is een totaal ander land dan wat wij kennen van die vreselijke hongersnood in 1984. Want wat is er veel gebeurd? Wat een prachtig land, wat een prachtige mensen en wat werken ze hard aan een betere toekomst. Maar helaas, 1,2 miljoen mensen zijn besmet met het HIV-virus. En maar liefst 650.000 kinderen zijn aidswezen. Stop AIDS Now bestrijdt AIDS in ontwikkelingslanden en richt zich vooral op vrouwen, kinderen en jongeren. En vooral die aidswezen, die hebben de aandacht, want die verdienen een toekomst. En daarom ben ik ambassadeur van Stop AIDS Now. Dit is een mooi voorbeeld van een groep waarin ze vrouwen, het is een Engels woord, empoweren. Het gevoel geven, kom op, neem het lot in eigen handen. Zorg dat je je eigen geld verdient. Zorg dat je onafhankelijk bent. En zorg dat je voor je rechten opkomt. Vader al eerder dood, moeder stierf een jaar geleden aan HIV-AIDS. Was inmiddels een stiefvader, ja, die dacht, ja, mijn vrouw is er niet. Dus die begon lastig te vallen. Toen is hij hier naartoe gekomen. Hier is ze opgevangen. Gaat weer naar school. En ze wil dokter worden. Wat een abad is. Ik neem het een abad zien toe. Ik ben de moeder om namen. Bezoek je ze als ze weer kunnen. Ja, nu nog als ze dan moet je ze aan de Tell her that I'm really impressed by how she keeps them together. Mm-hmm. In a time of day, in a place, if you're feeling down. How old are they? Dit is wat ze noemen een alternatieve basisschool. Kinderen die overdag werken, maar toch naar school willen, die kunnen hier naar school. Wanneer ze tijd hebben, kunnen ze hier naar school gaan. En dan kunnen ze gewoon binnenkomen en leren. Er zitten allerlei klassen door elkaar heen. En het mooie van deze school is dat ze ervoor gezorgd hebben dat als die kinderen door moeten stromen naar een hogere school, dat het inderdaad aansluit. Maar het mooie van dit is dat die kinderen allemaal wel naar school gaan. En dat is het begin van een oplossing. Dus je weet, als je je hoofd voedt, dan voed je uiteindelijk ook je maag. En dat van je kinderen. En dat uiteindelijk van de hele straat. Dus dat is heel goed. Yeah.